Nou wil ik een filmpje laten zien dat gaat over, want het gaat over meerdere vormen van misbruik. Het gaat ook over seksueel misbruik. Ik wil een filmpje laten zien waarvan ik wel al tegen de mensen thuis zeg, het is een heftig filmpje. Dat gaat zeker aankomen. Dat is het filmpje over seksueel misbruik. Waarin, nou ja, ik zeg gewoon niks. Kijkt u maar gewoon. Mam, mag Lara hier vannacht blijven slapen? Nou, dat lijkt me niet zo verstandig, dames. Jullie moeten morgen gewoon nog naar school. Maar Lara zegt dat het bij haar thuis spookt. Nou, dat zal wel meevallen. Nou, misschien het weekend, oké, lief? Hé, hey, wat is er nou? Apart. Denk je dat het echt mis is bij haar thuis? Ze is de laatste tijd zo stil. Wel nee, joh. Ze had gewoon zin om te logeren. Lara? Zijn ze er weer, papa? Ja, ze zijn er weer. Met hoeveel? 5, misschien wel 6. Waarom komen ze steeds terug? Je zei toch dat ze niet meer zouden komen? Dat weet ik niet, liefje. Maar papa is er nou toch? Doe je kleertjes maar uit. Nooit tegen iemand zeggen hoe wij samen de geesten wegjagen. Dit soort, je weet dat het werkelijkheid is. Je weet dat het gebeurt. En dan moet je bij die taskforce moet je gaan nadenken hoe je onder andere dit soort zaken kan voorkomen. Of in ieder geval de kans erop kan verkleinen. Wat zijn dan volgens jullie de oplossingsrichtingen? Nou, eerste informatie natuurlijk, hè, wat veel mensen niet weten. Maar dit filmpje is echt, dit is echt. In de zin van, het gebeurt heel vaak door mensen die heel goed bekend zijn met de kinderen. En die op de kinderen ook de indruk kunnen maken van, vertel het vooral niet, want anders gebeurt er pas echt iets ergs. Het is dus, in 80% van de gevallen is het vaak iemand in de naaste omgeving. Ja, dit is dan een vader, maar dat is heel vaak. Mensen die ze goed kennen, en dat weten mensen niet. Maar dat betekent, wij voeren nu een campagne onder het motto, ik kijk niet weg. Mensen hebben de neiging als ze denken, verrek, dat is niet helemaal normaal. Niet per se om weg te kijken, maar ze willen het liever niet geloven. Want ze weten dat als ze dit gaan geloven, dat er vreselijke dingen kunnen gebeuren. Dat ze misschien wel aangifte moeten doen of mensen erbij moeten lappen in hun gevoel. Ja. Maar ja, uit onderzoek blijkt dat er vaak maar één iemand nodig is om een kind uit zo'n situatie te trekken. Die dus wel de moed heeft om te zeggen, ik leg me er niet bij neer. Ik kijk niet weg. En dat is op jouw vraag, wat moet er gebeuren? Er moet ongelooflijk veel gebeuren. Maar het allerbelangrijkste is dat wij allemaal leren om te denken, dit is niet pluis, laat ik nou maar niet denken, het zal wel goed zitten. Maar laat ik maar me erin verdiepen om te zien en vast te stellen dat het wel goed zit. Ellie, zie je dit in de... Bedoel, dit is jouw werk, dit kom jij dagelijks misschien wel, ja, wekelijks minimaal dagelijks tegen. Herken jij wat de burgemeester zegt, wat de voorzitter zegt in dit geval van de taskforce? Ja, zeker. Ja, ik ben jarenlang wijkagent geweest in meerdere buurten in Amsterdam. En als wijkagent zeker, dan zit je natuurlijk in de haarvaten van een buurt. Dan kom je achter heel veel gesloten deuren. En ik ben in heel veel situaties geweest waarin heel veel mensen ook uit de woonomgeving van het gezin wat het betrof, achteraf zeiden, ja, ik vond het eigenlijk al wel gek. Want ja, hij is 8 jaar, maar hij liep regelmatig om 22:30 buiten op straat op een doordeweekse avond, terwijl hij de volgende dag naar school moest. En dat kindje, hè, dat moet ik natuurlijk even geanonimiseerd vertellen, werd als papa boos was gewoon op straat gezet. Weet je, dat soort dingen. Je ziet ook heel veel dat er vanuit bijvoorbeeld verslavingsproblematiek kindermishandeling ontstaat. Of als er heel veel ruzie is in een gezin thuis, dan hoeft dat nog niet eens per se te resulteren in daadwerkelijk fysiek geweld. Maar de angst en de onveiligheid die een kind ervaart in een situatie waarin waarin je altijd eigenlijk op eieren moet lopen thuis. Ja. Dat is ook een vorm van kindermishandeling. Daar is ook een voorbeeld van in een van de films. Laten we die ook maar meteen erbij pakken. Waarin niet zozeer fysiek geweld aan de hand is met het kind, maar met name de angst. Ja. Ga maar lekker tekeer daar. Waarom gaan ze niet gewoon uit elkaar? Dat is zo zielig voor die kleine. Moeten we hier niet eens een melding voor maken of zo? Ja, en dan? Joh, ze gaan echt heel erg tekeer. Ja joh, nou, houd het wel weer op. Ik zet de tv wel op. Dat jij te dom bent om je auto een beetje te werken. Dat kan je niet zeggen! Hoezo kan ik dat niet zeggen? Dit is mijn huis en ik zeg wat ik wil. Thuis. Ja, ook dan. En ga je daar weer over beginnen?
Ja, ja, kindje zit erbij en is getuige van. Ja, precies. En dit is dan ook precies waar het over gaat. Want aan die andere kant van die muur wordt dat dus wel gehoord. En mensen vinden het een enorme inbreuk op de situatie van het gezin. En melden dat dan dus niet. Want je moet wel nog... Hè, de volgende ochtend zeg je weer goedemorgen als je de deur uitloopt en naar je werk gaat. En dat is een enorme drempel. Terwijl wat mij betreft mensen die het wel melden de helden zijn. Omdat dat degene zijn die een kind redden. Nou, weet je wat het ook is, denk ik, spreek dan als gewoon burger. Ik denk dat dat ook wellicht te maken zou kunnen hebben. Dat je mensen niet te snel wil beschuldigen. Want misschien is het een onschuldige ruzie. Ja. Is er niks aan de hand? En is dat kindje niet thuis? Ja. Ik verzin een aantal zaken die je misschien ook voor jezelf verzint. Waardoor je gewoon niet doorpakt. Ja. Ja. Ik ben jarenlang heb ik ook huisbezoeken gedaan met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van de GGD. En vaak waren dat hele kleine meldingen. Maar het is helemaal niet erg om even aan te kloppen bij iemand en te vragen, in alle openheid, dit is het signaal wat we hebben gekregen en dat willen we even met u bespreken. Al is het maar dat daar bekend is dat we er iets van weten. En dan moet je nog opletten dat er natuurlijk geen valse meldingen worden gedaan. Ja. Want als er een ander probleem speelt, willen mensen dat ook nog wel eens inzetten om het iemand leven zuur te maken. Dat maakt dan toch ook gelijk de angst. Zo van, als je een melding doet en het is een kleine melding en er komt niet echt iets uit, dan snap ik wel, kijk, het zijn wel twee grote verschillen, seksueel of zeker. Dit, maar als je iemand hoort schreeuwen en je denkt van, ik doe het wel, en de volgende dag zeg je dat goedemorgen. En ja, goedemorgen, gast, ik had politie op mijn stoep. Fuck. Ja, en kijk, mensen hebben het recht om ruzie te maken met elkaar. Hè? Ja. Dat gaat ook over iets structureels. Ja. Ja. En op het moment dat je dat heel vaak hoort, dan mag je best een keer vragen, ook zelf, voordat je die politie inschakelt, gaat het goed met jullie? Want ik maak me een beetje zorgen. Ik hoor maar steeds die herrie aan de andere kant van de deur.